Wat een gave kar is dit, zeg. En die kleur, 20 inch wielen. Ah, helemaal goed. Hier staat de prijs. $30.000. Dat is dus, zeg maar, eventjes snel uitgerekend, 23.000 euro. En rijden, dus een Challenger met 8 uur aandrijving, een enorme bultvermogen. Ik geloof 12,5 meter lang als ik het zo bekijk. Daar heb je in Nederland gewoon niet eens een Opel Astra voor. Bij BMW zetten ze alle auto's in de spotlights. Dit is Aston Martin en hier staan ze in het donker. Dat kan dan te maken hebben dat ze niet trots zijn op hun producten. Blijkbaar zijn ze dat niet, want dit is dus de stand van Aston Martin. Je kunt er geen koffie krijgen, er lopen geen mooie vrouwen. Ja, het is eigenlijk gewoon een aanfluiting. BMW was de eerste fabrikant die een kruising tussen een SUV en een sportauto op de markt bracht. De X6. En dat hebben ze bij Honda gezien, want dit is Acura. En Acura is het luxe merk van Honda. En zij hebben de ZDX. Goeie naam ook trouwens, echt top. En deze auto is... Ja, het kan bijna niet. Hij is lelijker nog dan een X6, dus het zal waarschijnlijk een grote succes worden. Dit is 's werelds allereerste hybride. Daar en daar zit een elektromotor en is gecombineerd met een normale verbrandingsmotor. En deze auto die is dus gebouwd in 1900 door een van de voorvaderen van de heer Porsche. Het is alleen niet die. De originele is er niet meer. Dat is jammer, maar die is vergaan. Onduidelijk waar die is gebleven. Maar er zijn wel een paar onderdelen van de motor teruggevonden en die zitten dus hierin. En dus, deze auto is gemaakt door een man die woont in het Zwarte Woud. Die schijnt er zoveel uren aan te hebben besteed dat het 600.000 euro heeft gekost. En die heeft deze auto gemaakt op basis van 5 beschikbare foto's van het origineel. En als je nou denkt, nou dat ding zal wel niet rijden, dat doet hij wel. Want gisteren hebben ze ermee, in de regen notabene, door de straten van New York mee getoerd. Een van mijn favoriete auto's is de Mercedes C-AMG. Met die fantastische 6,2 liter ja, V8 die erin zit met 457 pk. Nu is er... een Mercedes C-AMG Coupé. En ja, een hele mooie auto vind ik, met hele mooie clean lijnen. En dus die fantastische 6,2 liter V8 voorin. En dat is op zich wel bijzonder, want diezelfde motor, ik vind dat een van de beste motoren ooit gebouwd, maar diezelfde motor die hebben ze uit de E-klasse gehaald. En daarvoor in de plaats een 5,5 liter met 2 turbos en die is hartstikke sterk en zo hoor. Maar die, ja, die, dat ontbreekt het een beetje aan ziel bij die motor. Dus dat is jammer. Maar bij deze auto zit gewoon dat ouderwetse blok zonder turbo's, dat hoogtoerige ding, die zit hierin. Kijk ik echt naar uit om mee te gaan sturen. Ik vind het echt een geweldig ding. Niet in het wit, niet met deze wielen, maar ja, dit is hem wel hoor. Wat een chique auto. Wie kent hem niet, de 500, inmiddels een halve eeuw oud. Nou, hier in Amerika kennen ze hem niet. Dit is de nieuwe en er gaat verandering in komen, want die nieuwe die is inmiddels in de verkoop gegaan hier in Amerika en die kan wel eens heel populair worden. Althans, als ik de dames daarachter mag geloven, maar die worden betaald door Fiat, dus die bekijken het allemaal denk ik door een iets andere bril. Hoe dan ook, de brandstofprijzen hier in Amerika die gaan inmiddels ook sky high, zijn de mensen een beetje beu. Dus die 500'tjes met een twin air techniek, die zouden wel eens heel populair kunnen worden hier. In Nederland is zo'n auto als dit, zo'n dikke Amerikaanse pick-up, is een beetje bedoeld voor mannen die zeg maar iets te compenseren hebben. Dus ja, niks voor mij dus. Maar hier in Amerika heeft zo'n ding echt functie. Want je rijdt er of door de week mee met hooibalen achterin. En in het weekend gooi je quad of je jetski, weet ik veel wat, die gooi je achterin. En het is echt lifestyle. Een pick-up hier is lifestyle. Infiniti schijnt volgend jaar DTM te gaan rijden. Dat is op zich mooi nieuws. Maar goed, ze rijden al Formule 1. Oh ja? Ja, ze rijden al Formule 1. Kijk, hier achterop staat het. Infiniti, op de zijkant ook. Infiniti is namelijk Nissan, het luxe merk van Nissan. En Nissan is onderdeel van het Renault-concern. En Red Bull, de auto's die momenteel met Vettel en Webber achter het stuur constant punten scoren. Red Bull rijdt met Renault-motoren. Dus is Infiniti eraan gelinkt. Nou, het cirkeltje weer rond.